De nachtmerrie van elke FIFA-speler. Je koopt een van de duurste spelers die je ooit hebt gekocht, Pelé. In dit mijn geval, jullie vooral misschien niet, kleine flex. 5,6 miljoen, ik had hem gekocht, hij stond in mijn transferkandidaten. Toen ging ik naar prijs vergelijken, toen zag ik dat er een andere Pelé op stond voor 5,4 miljoen die nog een minuut duurde. En ik denk, hè, verrek, die heb ik helemaal niet gezien. Ik verwijder hem uit mijn transferkandidaten, bleek het mijn eigen Pelé te zijn, die dus nu ook weg was uit mijn transferkandidaten. Mijn Pelé voor 5,6 miljoen was weg. Dus ik mijn club opnieuw opstarten. Nog steeds niet in mijn club. Nog steeds niet in mijn transferlijst. Ik raakte op dit moment redelijk in paniek. Een blauw duimpje zou fijn zijn. Je kan ook abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Ik kan me niet voorstellen, want we zijn dik prima op weg naar de road toe 200.000 abonnees. 200.000 abonnees. Nou, wederom, zoals ik zei. Pelé stond niet in mijn transferlijst. Ik raakte echt flinke paniek. Maar toen ging ik nog een keer naar mijn transferkandidaten. En daar stond hij ineens, zonder prijs of wat dan ook. Hij was geglitcht, maar goed, we hebben hem. En deze video draait niet per se om Pelé. Hij is 50% van deze video. Want nadat ik mijn eerste potje Weekend League speelde, voelde ik dat er iets ontbrak. En het eerste potje speelde ik op vrijdag. En vrijdag was 30 oktober. En laat nou een van de allerbeste voetballers aller tijden jarig zijn op 30 oktober. Pelé was jarig op 23 oktober. Dat was precies een week daarvoor. Maar die speler die moesten wij hebben. En toen had ik het helemaal in mijn hoofd. Weet je wat wij gaan doen? We gaan een Diego versus Pelé video maken. En dat gaan we dus doen. We kopen na deze wedstrijd die we hier winnen door een doelpuntje van Pelé, Diego Maradona. En die gaat samen met Pelé in de spits spelen. En dan gaan we kijken wie in de wedstrijden die ik met ze ga spelen meer doelpunten gaat maken. En dus beter voor mij is. Is het de Pelé van 5,6 miljoen of is het de Maradona van 2,2 miljoen? Aanzienlijk veel lager. Hier hebben we hem, uiteindelijk gekocht. En dan gaan we hem toevoegen. We gooien het team iets om. Rafinha die gaat eruit. Er komt Saint-Maximin op rechts midden. Dat kan, omdat hij een linkje heeft met Mukile, die op rechts achter staat. En we hebben Lucas Hernandez op centerback staan in plaats van Zakaria het kalf. Het past allemaal precies, want Fred heeft nu die sterke link met Pelé. En wij gaan dus kijken naar Diego Maradona en Pelé. En ik kan jullie nu al zeggen dat het leukste spitse duo is dat ik tot nu toe ooit in welke FIFA dan ook heb gebruikt. En dat gaat waarschijnlijk ook wel voor een grotere periode zo blijven. Het is een iconisch duo. Het zijn de twee grootste voetballers voor Messi en Ronaldo. En voor heel veel mensen die wat ouder zijn. De boomers, zoals ik. Die hebben ze nog live zien voetballen. dat is niet zo. Maar goed, vinden jullie leuk om te zeggen. Dus dan ga ik maar gewoon mee, hè. Tyfusventjes. Maradona en Pelé waren het discussiepunt voor heel veel oude voetbalfans. Heel veel mensen die ze live hebben zien spelen, allebei of één van de twee. Die zeggen altijd van, joh, Pelé is de beste voetballer aller tijden. Maradona is de beste voetballer aller tijden. Die discussie is ouder dan de discussie Messi en Ronaldo. En hoe tof is het om met deze twee spelers te voetballen? Op FIFA, uiteraard. Wetende dat het echt twee iconen zijn voor heel veel mensen. En dat is een beetje hetzelfde als dat onze kinderen later, als Messi en Ronaldo een iconkaartje krijgen op FIFA. En zij Messi en Ronaldo niet echt hebben zien spelen. Alsof zij die twee spelers allebei in de spits hebben. Zo voelde ik dat een beetje. En dat was echt fantastisch. Maradona is een ander type speler dan Pelé. Met Pelé heb ik al een aantal wedstrijden gespeeld in een livestream. Op twitch.tv/fcroelie. Maar aangezien niet heel veel mensen die hebben gekeken, ga ik ook eventjes spelen en bespreken straks. Terwijl Maradona hier heerlijk op de lat peert, dat doet hij goed. Bijna nog een doelpuntje. Het verschil tussen Pelé en Maradona zit hem niet alleen in de prijs, maar ook in de speelstijl. En dat is apart, want het zijn eigenlijk allebei best wel wat kleine, opvallende, leuke spelertjes. Maar Maradona is wat brutaler, wat arroganter. Want dit is natuurlijk gewoon een fantastisch doelpunt. En dit typeert Maradona zijn speelstijl. Hij is agressiever dan Pelé. Hij speelt agressiever dan Pelé. Wint daardoor ook meer 50-50 duellen. Alleen kan Pelé wel beter schieten. En is hij iets onvoorspelbaarder omdat hij 4-star weakfoot heeft. Terwijl Maradona 3-star weakfoot heeft. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat je dat bij Maradona niet eens zo heel erg merkt. Hij scoort genoeg doelpunten met zijn rechts. Maar bij Pelé hebben mensen meer het idee dat hij natuurlijk gewoon alles kan. En bij Maradona gaan ze er wel vaak vanuit dat je naar je links gaat. En dat doe je natuurlijk ook wel, ondanks dat het niet per se hoeft, want die 3-star weakfoot die voelt veel beter aan. Pelé is ook iets sneller, wat logisch is, want hij is ook daadwerkelijk sneller. Maradona voelt iets heftiger aan, maar wel op zijn eigen manier. Ze hebben natuurlijk eigenlijk allebei dezelfde body type, maar die van
Maradona is unieker. Hij is klein, hij is heel snel. Hij is wat breder omdat hij Maradona is. En dat was hij in het echt ook. Dus hij voelt ook sterker aan. En hij voelt dus agressiever aan. En zoals ik zei, hij is wat brutaler met zijn doelpunten. En het is heel apart uit te leggen. Echt heel apart uit te leggen. En ik heb dat nog nooit gehad met een speler. En jullie merken het al een beetje. En ook omdat ik het verhaal van Maradona leuker vind. Daar heb ik een keer een video over gemaakt, dus die moet je kijken. Maradona is echt zo'n bad guy. Niet een schoolvoorbeeld, wat Pelé wel was. Maradona die hield er wel van om even lekker iemand helemaal kapot te trappen. Om een beetje te snatsen tussen de wedstrijden door. Om echt een probleem te zijn voor zijn club. En dat spreekt mij veel meer aan. Ik heb een shirtje van Best, ik heb een shirtje van Cantona en een shirtje van Socrates. Dus dat zijn wel, laten we heel eerlijk zijn, de type spelers die mij wat meer aanspreken. En Maradona die valt daar zeker onder. Ondertussen gaan we nog steeds heel erg lekker in de Weekend League. Het is echt op dit moment best wel 50-50 met de doelpunten. En sommige doelpunten die score ik ook puur en alleen. Terwijl we hier met Maradona zijn rest scoren dus. Omdat ik Pelé en Maradona heb. Want deze bal van Pelé op Diego, dit is natuurlijk gewoon een hele slechte bal. Deze is dan wel weer heel lekker op de volley. En die schiet hem heerlijk binnen met een van zijn ja, toch haast custom animaties. De animaties die die hele dure top tier, de beste spelers van het spel, die maken, die zie je bijna nergens anders. En dat is ook echt daadwerkelijk waarvoor je betaalt. Merk ik nou, en dit is de vergelijking die vast heel veel mensen gevragen, heel veel verschil tussen Maradona en Pelé en Dembele en Rodrigo die ik vorige week had. Ja, je merkt wel heel veel verschil. En ik heb natuurlijk vaak gezegd dat Dembele net zo goed is als Neymar. En ook Neymar is een uniekere speler dan Dembele. Alleen daar is het verschil nog net iets kleiner. Omdat je dat wel redelijk kan boosten met chemistry styles. Als Dembele, wat heeft hij, 75 finishing heeft en je geeft er 15 bij, dan heeft hij 90. En dat is heel erg goed. En bij Neymar is het 99. Dus dat verschil is heel klein. En Maradona en Pelé hebben dat natuurlijk ook. Maradona heeft maar 88 finishing. Maar toch heeft EA hem uniek gemaakt. Dat is bij Neymar ook het geval. Maar bij Maradona niet. Want dat is, of tenminste bij Maradona ook. Maar het is niet te vergelijken, Neymar en Maradona. Het is echt een genot. Een genot om met deze spelers te spelen. En ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Tot een bepaald moment. En daar gaan we zo bij komen. We komen tegen dit team met een Bundesliga speler, selectie, opstelling en een paar icons. Barnes, die stond erin. Sean het Kanon. We kennen hem nog van vorig jaar. Miljoenenjacht. We komen op 1-0 voorsprong. Dan Maradona met heel erg glibberig dribbelwerk en een beetje geluk. Dat natuurlijk ook. En hier scoort mijn tegenstander de 2-1. En dit moment gaan we eventjes in onze gedachten vasthouden. Eventjes in de binnenkant van de ogen plakken, zodat we er straks naar kunnen kijken. We hebben de aftrap. Ik ben een beetje te dribbelen. Sissoko maakt hier een loopactie. Die stelt zichzelf vrij. Roussillon op Dembele. En eigenlijk vanaf de aftrap via 4 spelers staan we bij de 16 van mijn tegenstander. Het klikte heel goed. Het liep heel goed. Vaak is het zo dat je tegenstander hem niet reageren. Dembele is hier naar binnen gekomen. Pelé die biedt zich aan. Die schiet helaas op de keeper. Terwijl Maradona de plek van Dembele weer nam. Er gebeurt heel veel. Er wordt heel veel van posities gewisseld. Volgende kans van de wedstrijd. Maradona en Sleepy. Je verwacht dat hij naar zijn links gaat. Want hij heeft maar 3-star wiefvoet. Maakt niet uit. Jankt hem gewoon in de kruising. Die 3-ster die voelt echt veel beter aan. Hier een reverse elastico van Pelé. Een klein bewegingje in de schiet en binnen. Dan is het 4-1. Dan geeft mijn tegenstander een voorzetje op Sean het Kanon. En Sean het Kanon die scoort. 4-2. Maar we winnen wel de wedstrijd. En wij gaan 9-0. FC Zulu. Met wel een oké team. Het is nog steeds zo dat de teams eigenlijk, als je onze aanval niet meerekent, allemaal beter zijn dan die van ons. Maar dan pak je de aanval erbij en daar staat in één keer voor 8 miljoen spelers. Dus dan is ons team wel in één keer veel beter. Maradona hier, dit bedoel ik. Dit is dat glitcherige, dit is dat agressieve. En sommige spelers hebben dat. Ronaldo heeft dat ook. En Maradona heeft dat als een van de weinigen. Ik kan eigenlijk alleen Cristiano Ronaldo bedenken. We scoren deze wel met Maradona, maar ik knip eigenlijk, want het was uiteindelijk 8-0. En op dat moment ging mij 10-0. En toen, lieve mensen, maakte ik de grote fout om te gaan spelen op zaterdagmiddag. Wauw, zaterdagmiddag. Ja, dat is altijd een beetje eng. Wat gaan we hierover zeggen? We gaan hierover zeggen dat ik zelf altijd heel erg tegenstander ben van het spelen op zaterdagmiddag. Dat zeg ik ook altijd in mijn video's. Waarom deed ik het dan? Ik moest nog 20 potten. Mijn vriendin, mijn liefdallige vriendin, die kwam op zaterdagavond, in de middag, iets voor de avond. En op zondag had ik niet heel veel tijd om 20 potten te spelen, wel om 10 potten te spelen. Dus ik denk, weet je wat, het moet nu gewoon. En het was een ontzettend slecht idee.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, en die is een beetje treurig eigenlijk, ga ik me er niet meer zo druk om maken. Ik ga niet meer lopen zeiken en bij elk potje zeggen dat er een verschrikkelijke vertraging was of dat het allemaal niet lekker liep of hoe dan ook. Ik ga doen wat heel veel mensen tegen mij hebben gezegd in de comments afgelopen jaar toen ik dat wel deed. Zeiden, ja, maar Roel, dan speel je toch lekker niet, je hoeft niet te spelen. En vorig jaar voelde ik op een of andere manier tijdens mijn Rode Glory wel de druk om te spelen. En die valt nu eigenlijk een beetje weg. Nu heb ik zoiets van, ja, weet je wat, we zien het wel. Ik ga ook niet zeggen dat ik het niet af ga maken. Want ja, dat is natuurlijk lekker hypocriet. Ik vind het ook heel hypocriet om elke keer te zeggen, oh, het is zo'n verschrikkelijk spel, lekker janken, 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 huilen, huilen, huilen. En dan uiteindelijk toch volgende weekend wel spelen. Dus hey, het was mijn fout. Ik had niet op zaterdag moeten spelen. Want als je op zaterdag speelt, dan doet je player switchingen niet. Zoals hier bijvoorbeeld. Selecteert hem de verkeerde tegenstander. Of de verkeerde speler. Mijn tegenstander is er dus door. Wij scoren gelukkig wel dan nog de 1-1. En ik denk dat ik de afgelopen 11 potten bij elkaar. Want we gaan hier 10 om 1. De afgelopen 11 potten bij elkaar. Minder dan 10 doelpunten tegen heb gekregen. Nou, daar komen er heel wat bij vandaag. Dit is een mooi doelpuntje van mijn tegenstander. Dribbelt hij heel goed met Mertens. Hier zitten wij er net niet tussen. Want hij glist erheen met zijn Berbatov-spin. Hele goede skill move van mijn tegenstander. Heeft hij goed ingezet op dat moment. Nou, toen begon het toch al een beetje vervelend te worden. Want we stonden 1-3 achter. En hij scoort hier een afstandsschot met Mertens. Maar hij was zeker nog niet klaar. Want we zitten hier tussen met Hernandez. En dan, oh, weet ik niet wat hij doet. Maar hij glitcht een soort van. Weer een goede skill move van mijn tegenstander. Scoort een mooi doelpuntje. Staan we 1-5 achter. Maradona hier. Ik mik hem in de verhoek met zijn links. Hij gaat in de korte hoek of recht op de keeper met zijn rechts. Weer een diepteballetje op Dembele. Die doet gelukkig wel wat Maradona niet kon doen. Namelijk hem in de verre hoek janken. 2-5. Maakt eigenlijk niet zo uit. Maar ik wilde vooral gewoon heel erg graag weten wat er aan de hand was. Hij doet hier een skill move. En Klosterman die reageert gewoon niet. Hij reageert gewoon niet. 2-6. Dan dribbelt hij langs mijn verdediger. Schiet hij. Reboundje 2-7. En we verliezen. Met 2-7. We gingen vorig weekend 28-2. En we verliezen nu met 2-7. Volgende tegenstander. Ook niet een heel goed team. Behalve dan Ronaldo. Wij geven hier. Hey, hou je bek eens eventjes, QC. Met je DM. We krijgen hier een geluksballetje op Maradona die hem eigenlijk binnen één keer kan schieten. En dit soort ballen scoorde ik dus nog wel. Het aannemen, schieten. Want dan is delay en zo, dat boeit allemaal niet zo heel veel. Volgende pot nu tegen deze tegenstander. Hernandez zit ertussen. Ik bestuur hem niet, maar hij tikt de bal wel in één keer heel ver vooruit. Hij gaat in de korte hoek en hij jast hem gewoon over de keeper heen. Gewoon boven de keeper. Die staat een soort van YMCA, schiet maar hierdoor. Dan zitten we er weer tussen. En zitten we er nog een keer tussen. Met zo'nzelfde animatie dat hij met twee voeten instapt. 0-2 achter. Maradona scoort gelukkig nog wel een doelpuntje. Bam, bam, bam. 1-2. En we komen nog terug in de wedstrijd. Sissoko op Pelé. In één keer schieten. Nogmaals, dat werkt dus wel. 2-2. Nou, en toen was het weer gewoon lekker kermis. Want Pogba die geeft hem hier op Martial. Klosterman zit ertussen. Weer een animatie die ik nog niet eerder heb gezien de afgelopen weekenden. En het is 2-3. Zoals ik zei, hij was niet klaar. Dit doe ik natuurlijk zelf helemaal fout. Ik laat niet mijn keeper uitkomen. Hij geeft een hoge balletje. En Rashford die kopt er binnen. 2-4. En dat was het nog niet. Nee, nee, zeker niet. Want ik probeer hier die bal te onderscheppen. Dat gaat niet goed. Wederom, fout van mij. Had ik gewoon mee moeten lopen. 2-5. We scoren nog wel een doelpuntje met Maximin. Dat is 3-5. En is hij er nog een keer door. Want Mukiele staat op rechtsachter als enige niet buitenspel. Ik denk, nou, dit moet toch buitenspel zijn. 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 Hij scoort. Hij telt. Het is dus geen buitenspel. 3-6. En Pelé nog wel met een sleepie. Een rare beweging met een dribbel. Mijn tegenstander loopt er ook achterlangs. 4-6. 11-3. Pelé en Maradona waren fantastisch. Ze waren geweldig. Ik heb ontzettend van ze genoten. Maar ik ben ook wel weer zo realistisch om te zeggen, ja, als ik ze kan verkopen met winst, want bij elkaar heb ik ze verkocht met winst, dan is dat helemaal prima. Dan doen we dat lekker. Ga ik voor de rest wel gewoon met een ander team spelen en kijk ik tot wanneer ik zin heb. We krijgen een 100k pakketje voor de 500 assist. En onze beste speler eruit is Hernandez, een 82 weet het. Dus dat was ook echt de moeite waard om dat te doen. Mooi. We hoeven niet meer met een 85 weet het team te spelen. Pelé heeft in, ik heb het hier genoteerd, 13 wedstrijden Weekend League 22 keer gescoord. En Maradona heeft in 13 wedstrijden 26 keer gescoord. Maradona heeft 4 keer meer gescoord. Ik vond Maradona een leukere speler om te gebruiken. Hij is ook veel goedkoper. Dus die gaan we zeker nog een keer kopen. Jij wordt bedankt voor het kijken. Blauw duimpje top zijn. En ik check jullie allemaal later. Joejoe!